Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met een noordelijke stroming met aanvoer van half tot zwaar bewolkte luchten met een aantal buien. En die zien we vanochtend al en bij een enkele bui is een klap onweer mogelijk en hagel. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 5 en de 7 graden en vanmiddag wordt het 7 tot 10 graden en dat zijn de normale waarden voor de tijd van het jaar. Verder blijft het weerbeeld wisselend met af en toe zon, maar ook een enkele bui met kans op hagel en onweer. In de loop van de avond en nacht wordt het minder buiig, alleen vlak aan zee kan nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond het vriespunt landinwaarts en er kan een enkele mistbank ontstaan. En morgen ziet het er beter uit. De zon schijnt geregeld, het blijft op veel plaatsen droog. Alleen vlak aan zee kan nog een enkele bui vallen. De wind is matig vanuit het noorden, windkracht 3 tot 4. Vrijdag is het eerst ook nog droog, maar later krijgen we meer bewolking en in de avond kan er wat regen vallen in het westen. Zaterdag en zondag is het wisselvallig met veel wind, wolken en een aantal buien. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.